allemaal. Dit keer ga ik voor jullie de Instagram tag doen. Op Instagram werd me gevraagd of ik ook de Instagram tag wilde doen. En toen dacht ik van nou ja, is goed. Als je me nog niet volgt op Instagram, mijn naam is @itsonlylifetime. En ik plaats best wel veel foto's. De eerste vraag is, wat is je gebruikersnaam? Nou ja, It's Only a Lifetime dus. Ik denk dat het vrij voor zich spreekt waarom ik die naam heb. Omdat mijn YouTube kanaal ook zo heet. De tweede vraag is, hoeveel foto's post je gemiddeld? Dat is best wel lastig, want soms plaats ik 3 dagen niks. En soms plaats ik op 1 dag 5 foto's. Dus dat kan echt zo erg verschillen. Meestal wel 1 of 2 per dag. Maar dat ligt echt aan mijn bui. Als ik er vind dat ik er leuk uitzie of zo, dan plaats ik veel meer foto's dan als ik bijvoorbeeld een beetje een pyjama dag heb of zo. Ik heb niet eens scherp gesteld. Ik ben bezig. Oké dan. Vraag 3 is, wat is je favoriete Instagram foto? Ik vond deze best lastig. Ik denk dat ik ga voor deze. Ik weet niet of je hem kan zien. Deze. Misschien een beetje stom, maar ik vond het gewoon best wel mooi qua kleur en zo. En dan het fruit uit mama's tuin en het zwembad achtergrond. En die had verder 318 likes. Vind ik op zich wel een mooie foto. Maar ik moet zeggen dat ik het best lastig vind om te kiezen uit allemaal foto's. Want ik heb er nu 1001 foto's geplaatst. Laat de Instagram foto's zien met de meeste likes. Die ga ik even opzoeken. Eén moment. De foto's met de meeste likes heb ik opgezocht via Iconosquare. Daar kun je foto's, zeg maar, soort statistieken kijken. Maar hij klopt niet helemaal. Want daar zegt hij dat hij 325 likes heeft. En hier zegt hij dat hij 356 likes heeft. Het gaat in ieder geval om deze foto. Met Jeffrey. En het is wel grappig, want volgens mij is dit de eerste foto waarmee ik liet weten aan jullie dat ik een relatie heb met Jeffrey. Want in het begin hielden we het een beetje geheim. Want we dachten, wat nou als onze relatie maar een week duurt. Dan is het een beetje stom als we dan meteen op Instagram zetten dat we een relatie hebben en het volgende week weer uit is. Dus dit was echt de eerste foto en toen hadden we volgens mij een maandje of zo, of 1,5 maand. En toen liet ik echt met die Instagram foto's zien van, ik heb een relatie met Jeffrey, iedereen mag het weten. En we hebben een relatie sinds 9 december 2013. Mocht je willen weten hoe lang we hebben, dan moet je dat even uitrekenen. Volgens mij 1 jaar en 7 maanden en nog wat dagen. Welke apps gebruik je in combinatie met Instagram? Ik gebruik VSCOcam. Dat is een gratis bewerkingsapp die echt heel erg fijn is. En ik gebruik dat eigenlijk alleen als bewerkingsprogramma voor mijn foto's. Welke celebrities volg je? Volgens mij zijn dat er echt superveel. Cara Delevingne volg ik. Dat is een model. Die kent iedereen wel, denk ik. Ik volg Kylie Jenner. Verder volg ik Demi Lovato. Kensa's. Ik volg er in ieder geval best wel veel. Bijna alleen maar mensen met heel veel volgers of mensen die ik ken. Welke Instagram filter gebruik je het meest? Om eerlijk te zijn gebruik ik Instagram echt nooit meer om mijn foto's te bewerken. Ik gebruik alleen VSCOcam. En daar gebruik ik meestal filter F2. Welke hashtag gebruik je het meest? Volgens mij is dat of foodporn of vegan. En als ik de hashtag vegan gebruik, dan krijg ik echt heel veel likes van allemaal mensen die vegan in hun naam hebben. Of born in the forest of zo. Allemaal van dat soort namen waarvan je wel kan zien van, ah, die mensen zijn vegan. En die volgen me dan niet, maar die liken dan alleen doordat ik die hashtag gebruik. Vraag 9. Laat je laatste Instagram video zien. Het is best een tijd geleden dat ik een Instagram video heb gemaakt. Dus die ga ik even opzoeken. De laatste Instagram video die ik gemaakt heb is 28 weken geleden. En het was met oud en nieuw. Happy New Year! Dat was met Jeffrey en toen vierden we in Amsterdam oud en nieuw. Welke dierenaccounts volg je? Volgens mij volg ik Mamma Mia Makeup en dan haar hondje. Die heet Ken. En verder volg ik Gusolina. Zijn meisje Charlotte en haar kat. Die is zo schattig en die volg ik ook. Ik heb echt een kattenobsessie. Ik wil ook eigenlijk een kat, maar ik woon op de 11e verdieping. Dus in een klein kamertje en dat is best wel zielig. Want dan kan hij niet naar buiten. Dus ik neem nu nog geen kat. Maar zodra ik echt op de begaande grond woon, neem ik meteen een kat. Sowieso. Welke grote bedrijven volg je? Moet ik even zoeken in mijn timeline. Want ik weet niet echt of ik grote bedrijven volg. Ik volg 9gag. Ik weet niet of dat echt een bedrijf is. Het is in ieder geval van een website. Oh, Brandy Melville volg ik nog. Verder volg ik volgens mij niet zoveel bedrijven. En vraag 12. Heb je veel familieleden op Instagram?
Uit mijn hoofd weet ik niet hoeveel, maar best wel veel. Ik weet dat mijn broertje, mijn nichtjes zitten op Instagram. Mijn moeder zelfs. Maar mijn moeder die heeft het dan weer onder haar bedrijfsnaam. Die zit er bijna nooit op. Maar soms als mijn moeder dan online is geweest, zie ik allemaal likes van haar. En ik heb trouwens best wel een like-tik, zeg maar. Ik krijg ongeveer, nou, 300 likes per foto ongeveer, denk ik. En ik kijk altijd wie mijn foto's liked. Ik ben echt zo'n stalker die gaat kijken van iedereen wie mijn foto's liked. Dus als je bijvoorbeeld, als ik jou bijvoorbeeld niet ken en je kijkt mijn filmpjes en je liked heel vaak mijn foto's, dan zie ik toch, ga ik op een gegeven moment mensen herkennen of zo. Dan denk ik van, oh ja, die liked wel vaker mijn foto's of zo. Dus dat is wel grappig. En soms like ik dan ook wel eens terug als je geen slotje hebt. Als je me wil volgen, dus @itsonlylifetime. En dan hoop ik natuurlijk dat je deze tag leuk vond. Doei! Met een reactie maak je mij blij. En vergeet ook geen duim omhoog. Abonneren kan je ook. Abonneren.